Le Rotaract. On pourrait dire c'est encore un machin dont on parle et dont on ne sait pas très bien ce que c'est. On en a déjà vaguement entendu parler, mais le Rotaract, comme c'est déjà montré par le passé, est fondamental pour l'avenir du Rotary. Rotaract is belangrijk voor de Rotary clubs en onze clubs zijn ook belangrijk voor Rotaract. Vooral een steun. Ik geef het woord aan Lisbeth Sticker voor meer uitleg om en rond Rotaract. Lisbeth, is aan u. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, Nathalie. Chers Rotariens, chers amis. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation et pour prendre le temps pour Rotaract pendant votre conférence. Très brièvement, je voudrais bien vous expliquer le fonctionnement de notre district, ce que nous avons fait les mois passés et ce qu'on a encore planifié pour les deux mois restés. En outre, je veux bien excuser notre président, Frédéric Kuben. Frédéric était à Milan pour le OICO avec une équipe de plus de 30 personnes de notre district. C'est vraiment génial. Merci. Permettez-moi de présenter rapidement. Je suis Lisbeth Sticker, un membre actif de Rotaract Boom-Willebroek et je suis déjà pendant 3 ans dans le comité de notre district. D'abord comme responsable de culture, après social et maintenant comme trésorier. Ik zou graag met een vraag beginnen. Inderdaad. Jullie hebben waarschijnlijk de logo's allemaal gezien. Links het oude, rechts het vernieuwde, met een duidelijke link naar Rotary. Maar wie van jullie heeft ook al met Rotaractors in contact geweest? Tof om te zien. De meeste van jullie kennen Rotaract wel, maar ik zou toch nog graag even ons district voorstellen. Momenteel zijn wij met 14 clubs, waarvan 3 internationaal in het Brusselse en 3 Franstalige clubs. We zijn ook heel blij dat wij dit jaar een nieuwe club, Antwerpen Metropool, in ons district hebben kunnen verwelkomen. En ook voor volgend jaar zijn nieuwe clubs verzekerd. Mechelen en Sint-Niklaas staan klaar om volgend jaar gecharterd te worden en in ons district opgenomen. In totaal zijn wij goed voor 186 leden. Dit jaar hebben wij ook veel reclame, promotie proberen maken voor Rotaract. En daarom hebben wij een roadshow gedaan bij onze verschillende clubs, maar ook bij geïnteresseerde partijen om een Rotaract-club op te starten. We doen een filmpje en ik stel voor dat we samen even naar dat filmpje kijken. Net zoals Rotary proberen wij ook aan ons imago te werken. En ik denk dat dit filmpje ons DNA duidelijk uitstraalt. Rotaract wil service-oriented zijn, toekomstige leiders
ondersteunen, mogelijkheden geven om leiderschap te creëren en mogelijkheid om leiders zoals jullie in de Rotary te ontmoeten. We willen internationaal denken, verder dan België en verder dan ons district. En daarom zijn wij ook heel blij met onze mooie afgevaardigde opkomst in de OICO. En als laatste steunpunt, en wat ons uniek maakt, dat we gesupporteerd worden door de Rotary. Dat alles samen maakt Rotaract een uniek merk, wat voor jongeren vaak een uitdaging is vandaag de dag. Ze hebben keuze te over, tijd te kort, en daarom is het belangrijk om Rotaract sterk te positioneren. We hebben onze DNA ook vertaald in onze doelstellingen voor 2015-2016. Een van onze doelstellingen was om groepsbindend teamsbuilding te creëren. In de eerste plaats willen wij op een transparante manier de cohesie binnen onze clubs, binnen de clubs en het district verbeteren. Onze clubs hebben allemaal inspraak gehad in onze krijtlijnen van dit jaar. Hier zien jullie een foto van het districtsweekend. Begin maart waren we met meer dan 20 leden van verschillende clubs, zelfs clubs in oprichting, naar de voerenstreek getrokken. Zo'n districtsweekend is van immens belang om een groepsgevoel te creëren. Ook een foto van onze districtsvergaderingen. We proberen steeds in een thema te werken en het zo aangenamelijk mogelijk te maken. En we zien het afgelopen jaar een enorme opkomst op onze districtsvergaderingen. Tweedens willen wij ook taalversterkend werken. Het is de ambitie van het districtsbestuur om het actief beleid op meer talen te voeren. Ons district ligt in het hart van Europa en daarom voeren wij eigenlijk onze districtsvergaderingen, onze communicatie, meestal in twee en zelfs drie talen. Verder proberen wij ook onze Franstalige clubs zoveel mogelijk te ondersteunen. Met taal bedoelen we ook de digitale wereld. Het is hier vandaag ook al aangehaald. Begin dit jaar hebben we een volledig vernieuwde website gemaakt. En dit jaar proberen wij ook steeds meer en meer en meer via Facebook mensen te bereiken, opkomst voor onze activiteiten te genereren en foto's en video's te publiceren. Als derde punt willen wij een betrouwbare en loyale partner zijn naar Rotary toe. Wij zijn dan ook Rotary in Action. Zoals het naam ons zegt, zijn we onlosmakelijk verbonden met de Rotary. En we waren dan ook zeer blij met de opkomst van Emil in onze districtsvergaderingen. Verder hebben wij ook gemerkt dat de overgang van Rotaract naar Rotary niet altijd even vlot verliep. En daarom is er een speciale commissie opgericht die zal kijken hoe we die overgang en hoe je nog de rol kan spelen binnen Rotaract en binnen Rotary om dat te verbeteren. Verder is Bart Braknier ook telkens aanwezig op onze districtsvergaderingen. Hij is nu ook mee naar Milaan, wat er ook voor zorgt dat de communicatie met Rotary heel vlot kan verlopen. We hebben een duidelijk aansprekingspunt. Als laatste punt in onze beleidsdoelstellingen willen we vooral inspirerend en motiverend zijn. Om mensen samen te brengen en te laten geloven dat investeren in Rotaract opbrengt. Dat je hier rijker van wordt. Rijker in ervaringen, rijker in kennissen, rijker als persoon. En dat wat je geeft ook twee keer dubbel terugkrijgt. Wij willen dit doen door enkele zaken te bewerkstelligen. Oprichting van nieuwe clubs. Dit jaar hebben we Antwerpen Metropool gehad en zijn we blij dat Mechelen en Sint-Niklaas al zeer actief zijn binnen ons district, ook al zijn ze zelfs nog niet opgericht. Verder willen wij onze clubs in moeilijkheden ondersteunen. Wij hebben ook enkele clubs waar het moeilijker gaat en daar proberen wij vanuit het district steeds aanwezig te zijn op hun activiteiten om zo ook de band met het district zeker niet te verliezen. Verder willen wij ook internationaal denken. We zijn momenteel de basis aan het leggen om OICO naar België te halen.
Meer bepaald spreken we dan eigenlijk over Oiko in 2018 naar Antwerpen te brengen. Hiervoor worden momenteel de eerste bouwstenen gelegd. Als laatste punt willen we actueel zijn. Ik denk dat er vandaag meer dan ooit nood is aan mensen die zich inzetten voor de maatschappij. Een maatschappij die de laatste tijd hard geraakt is, maar ook opnieuw moet proberen om de dagdagelijkse activiteiten opnieuw op te pakken. Hier kunnen Rotary en Rotaract, elk op hun eigen manier, proberen om de wereld een beetje anders in te kleuren. En ik wil graag afsluiten. Ah, nee. Ik ben nog twee foto's. Rechts ziet u de foto van Rotaract Leuven op 22 maart. Dan zijn zij mee gaan helpen in de Brabanthal te Leuven om alle gestrande personen onderdak en slaapplaats te geven. Links ziet u een foto van de sociale dag van enkele jaren geleden. Ook nu zullen wij op 21 mei met meer dan 150 volwassenen en kinderen naar Bokrijk gaan om daar even hun ellende te vergeten. En dan er ons weer aan te herinneren waarom we dit allemaal doen. Dank u, Lisbeth. En proficiat voor u, voor jullie inzet. Vraiment, on voit que le Rotaract, c'est l'avenir de nos clubs. Avec des gens d'un enthousiasme pareil, on n'aura pas de problème, mais il faut que les liens soient très forts.